Hij is pas afgestudeerd aan de fotovakschool en maakt nu al kans op de meest prestigieuze fotoprijs van Nederland. De 23-jarige transgender uit Zutphen is met zelfportretten genomineerd voor de hoofdprijs van de Zilveren Camera. Ja, ja, Marvel Harris, van harte welkom. Ja, hallo. Dat is nogal wat, hè, voor een beginnend fotograaf. Ja, ik had het niet verwacht in ieder geval. Nee. Jij hebt met zelfportretten jouw emotionele reis vastgelegd van vrouw naar man. Mm-hmm. Je bent pas 23. Hoe oud was jij toen je besefte, joh, dit lichaam past niet bij mij? Eigenlijk was echt het moment van besef pas 3 jaar geleden. Kijk. En daarvoor heb ik heel lang gehad van, ja, ik voel me en geen vrouw, maar ook geen man. Dus ja, een soort van verwarring. Maar ik kon niet de vinger op liggen van, ja, wat is dat nou precies? En 3 jaar geleden werd dat dus helder van, ik wil graag van vrouw naar man. Dat besef kan er zijn, maar om dan daadwerkelijk die stap te nemen, dat is volgens mij een hele grote stap. Ja, het is wel een grote stap. Maar omdat ik ook sinds mijn 12e worstel met een eetstoornis en eigenlijk een heel traject aan hulpverlening vooraf had, was het voor mij ook duidelijk van, ja, die onvrede die heeft hier heel erg mee te maken. Alleen ik wist dat zelf eerder nog niet. Hoe ver ben jij in dat proces nu? Transitieproces. Ja. Nou, eigenlijk is dat nooit klaar. Ik smeer bijvoorbeeld testosteron. Dat moet je altijd blijven smeren. Maar ik heb de eerste operatie gehad en ik wil de tweede operatie ook nog. Je zei, ik worstel niet alleen met die transitie, maar ik heb ook een eetstoornis. Zit je nu beter in je vel? Ik zit sowieso beter in mijn vel, veel beter. Helaas worstel ik nog wel met die eetstoornis, omdat het toch ook wel een copingmechanisme is. En je moet gewoon leren hoe je daar dan op een andere manier mee omgaat. Maar ik kijk al veel positiever naar mezelf en het heeft echt aan bijgedragen. Het heeft iets heel positiefs opgeleverd. In ieder geval ook prachtige foto's die jij gemaakt hebt. Waarom besloot jij om dat hele proces vast te leggen in zelfportretten? Ja, eigenlijk heeft het maken van zelfportretten mij er ook heel erg bij geholpen om juist die gevoelens en gedachten te kunnen delen. Ik vond het heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Daarom heb ik ook mijn foto's meegenomen naar therapie. Want het woord borsten kon ik tot 2 jaar geleden niet eens uitspreken. Dat vond ik heel erg moeilijk. Maar ik kon wel in een foto laten zien van, ja, ik voel me zo ongemakkelijk bij mijn lichaam. En door die foto te tonen, kon mijn therapeut ook zien van, ja, ik snap nu wat je bedoelt. Maar hoe leg je dat moment dan vast? Want een emotie kun je niet altijd oproepen. Die is er of is er niet. Ja, voor mij voelt het heel natuurlijk eigenlijk om mijn camera erbij te pakken. Ik zou ook bijna zeggen dat net zoals mensen heel snel kunnen schrijven met een pen of zo. Het voelt als een, ja, iets dat gewoon ook echt in mij zit, bij mij hoort, aan me vastzit. En ik denk er ook niet echt bij na. Het is gewoon, ja, mijn camera en ik zijn eigenlijk één. Heb je het vooral voor jezelf gedaan of zit er ook een boodschap in jouw verhaal? In het begin voor mezelf, omdat ik echt merkte van, ja, ik moet die gedachten en gevoelens kwijt. Maar op een gegeven moment merkte ik dat mensen zich in mijn foto's herkenden en er ook steun uit haalden. En mensen die zeiden van, ja, die wanhoop die jij eerst voelde. En nu bijvoorbeeld het moment dat ik de operatie heb gehad. En dan die vreugde, echt die pure blijdschap. Toen ze dat zagen en dan zeiden van, ja, dat wil ik ook voelen. Daar wil ik ook naartoe. En mensen dan hoop kan geven. En toen heb ik ook echt bedacht van, ja, ik moet het wel blijven delen. Want ik merk gewoon dat ik hier anderen mee kan helpen. En dat, ja, ze dat zijn ook best graag confronterend, die foto's. Hoe zijn de reacties? Zijn die alleen maar positief of schrikken mensen er ook van? Vooral positief. Ja? Er zijn wel mensen, dat is ook omdat ik heb geworsteld met zelfbeschadiging, nu niet meer. Maar die dan, ja, daar dan wel van schrikken, bijvoorbeeld van de littekens. Maar over het algemeen zijn de reacties heel positief. Bewust gekozen voor zwart-wit foto's? Ja. Ook omdat als je worstelt met psychische problemen, dan kan een wereld ook, ja, een beetje voelen alsof hij zijn kleur heeft verloren. Dus dat zit er ook wel aan vast. En ja, het creëert ook meer eenheid en je zit dichter op de emotie. Vandaag, over een week, hè? Dan wordt die zilveren camera uitgereikt onder het toeziend oog van onze koning, Willem-Alexander. Daar winnen altijd hele grote namen. Hoe schat jij jouw kansen in? Dat weet ik echt niet eigenlijk. Nee, geen idee. Het zou heel leuk zijn, maar ik gun het de anderen niet. Maar je staat daar gewoon ineens tussen fotografen van gerenommeerde bladen. Ja. Dat is toch heel bijzonder? Ja, dat wel. Met hartstikke jong. Ja, dat klopt. Ontzettend maar ik trots. Besef het denk ik soms ook niet echt helemaal. Ja, ook omdat het fotograferen voor mij heel natuurlijk voelt. En dat ik dit kan of zo, ja, dat
ik sta er niet echt heel erg vaak bij stil. Voor het eerst dit jaar is er ook een publieksprijs. Hè? Die wordt later pas in maart bekendgemaakt, volgens mij. Ja. Tot 24 maart kunnen mensen stemmen. Ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik en doe een oproepje. Nou, ik roep de mensen op om te stemmen op mijn foto, zodat ik de publieksprijs kan winnen. Ja, waar kunnen we jouw foto's zien? We hebben er een paar getoond vandaag. Op mijn website en op mijn account op Instagram. Dat is Marvel Harris. En krijgt dit project een vervolg? Ja, ik ga er nog mee door. Ja, zeker. Er komt een tweede serie aan. Ja. Net zo prachtig. Ja, hoop ik. Ik ben blij dat je straalt. Na alles wat je hebt meegemaakt. Dank je. Er staat hier gewoon nu een hele mooie, stralende jonge man. En volgende week gaan we natuurlijk allemaal voor je duimen. Dank je. Marvel Harris, dank je wel voor je komst.